Convert is de grootste familiale uitzendonderneming in België. Wij zijn gespecialiseerd in het uitzenden van werknemers, zowel laaggeschoolde werknemers als hogergeschoolde werknemers. Wij hebben een kantorennetwerk dat bestaat uit een 85-tal vestigingen die allemaal geïnterconnecteerd zijn met het hoofdkantoor. Goedemiddag, dank u wel. Wij zijn steeds op zoek naar nieuwere vormen van samenwerken en ook naar het optimaliseren van onze interne systemen. En in het kader daarvan waren wij ook op zoek naar een optimalisatie van ons bestaand telefonieplatform. Vroeger hadden wij in elk kantoor een aparte klassieke telefonieoplossing, dus een klassieke telefooncentrale, aparte toestellen. Bovendien, elk gesprek die naar buiten ging was een extern gesprek, ook de gesprekken naar ons hoofdkantoor. Naar aanleiding hiervan zijn wij met Proximus rond de tafel gaan zitten. Een aantal belangrijke factoren voor ons waren een uniforme oplossing over alle sites heen. Uiteraard het elimineren van al deze klassieke telefoniecentrales en ervoor zorgen dat deze volledig verbonden zijn met het hoofdkantoor. En best eigenlijk ook gebruik maken van het Proximus Explore-netwerk die we tot op dat moment voor data gebruikten. We hebben toen de keuze gemaakt voor de Cisco UC-oplossing. Deze oplossing werd centraal geïnstalleerd en al onze kantoren zijn hier op geconnecteerd. De voordelen van dit systeem zijn één centraal platform. Onze system administrators kunnen heel snel de configuratie aanpassen. Bijvoorbeeld mensen creëren, werknemers terug gaan verwijderen of de configuratie daar rond gaan modifieren. We kunnen ook heel snel nieuwe kantoren gaan inrichten. Een bijkomend voordeel is bovendien dat de gesprekskosten verbonden aan gesprekken tussen de kantoren en het hoofdkantoor en de kantoren onderling wegvallen, aangezien dat deze gesprekken verlopen over ons intern netwerk. Dit platform biedt ook unified communication mogelijkheden en daar waren we nu net naar op zoek. Een van die mogelijkheden zijn onder andere de present status. Ten alle tijde kunnen wij zien of de persoon mag gestoord worden of niet, of deze in gesprek is of in vergadering. Via de ingebouwde chatfunctionaliteit kunnen we heel snel van ideeën wisselen en vermijden wij misschien bepaalde lijvige mails. En via de click-to-dial integratie zijn we erin geslaagd om met een druk op de knop mensen te kunnen opbellen zonder dat de persoon eigenlijk nog zelf het nummer moet gaan kiezen op zijn deskphone. Dus wat de efficiëntie eigenlijk een handstuk verhoogt. Het is zelfs mogelijk dat twee gebruikers via video met elkaar communiceren. Zelfs van op een mobiel toestel. We organiseren ook webinars, waardoor dat wij mensen van op afstand opleiden en waardoor dat wij uiteraard ook de files gaan vermijden. In 2018 trekken wij in ons nieuw gebouw te Kortrijk, op het Kennedy Park. En dit gebouw willen we natuurlijk ook voorzien van alle nieuwste communicatiemiddelen. Dankzij deze stap die we al gemaakt hebben, zijn we daar al grotendeels voor voorzien. Maar we willen die uiteraard gaan uitbreiden met de nodige smartboard-systemen of videoconferencing-systemen om de communicatie nog tot een niveau hoger te gaan tellen. De samenwerking met Proximus is tot op heden altijd vlot verlopen en ik ben ervan overtuigd dat het in de toekomst ook zo zal zijn.